Weet u hoe het is om te reizen met een beperking? Op het station is de lift kapot of staat de roltrap stil. Tegels voor je blinde geleidestok liggen niet altijd op de juiste plek of zijn gebarricadeerd door werkzaamheden zoals stijgers. En hoe kom je makkelijk die hoge bus in? Het is een hele organisatie om met een beperking op reis te gaan en je bent vaak afhankelijk van de welwillendheid van anderen. Met de auto is het niet per se makkelijker. Hoe vaak zie je niet dat anderen op een gehandicapte parkeerplek staan? Ze willen wel je plek, maar niet je handicap helaas. In Amsterdam is het nog erger. Daar haalt de gemeente parkeerplaatsen voor gehandicapten weg. Allemaal omdat Amsterdam wil dat mensen minder auto rijden. Ik wil dat er oog is voor het reizen door mensen met een beperking. Ik wil dat roltrappen en liften meteen worden gerepareerd als ze stuk zijn, dat de klantenservice daarvoor goed bereikbaar is. Dat blinde geleidetegels ook door straatmakers weer netjes worden teruggelegd zoals ze lagen. En dat parkeerplaatsen zoals deze beschikbaar blijven voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Samen regelen we dat iedereen kan blijven reizen. Want mobiliteit is vrijheid en sociale contacten en zelfstandigheid.